De 10-jarige Ichemi. Met Harry van Veenstraal, de wagen nummer 63. 3 jaar was hij als reserve kampioen van de keuring hier. Met een hoge service goedgekeurd was ze verrichtingskampioen. Ichemi wist hier al te winnen. Ah, het publiek is echt weer als van ouds. Hoor, Arnold. De 10-jarige mannenzoon Arnold. Ingeschreven in 2016. Een super front, super vorm in gebruik. Het succes door Mark de Voogd in de sport uitgebracht. Stubbelengstie op vorig jaar weer een zeer sterk concoursseizoen realiseerde met tweede de Vert kampioenschap. En hier is Arnold, Mark de Voogd, nummer 7. Top KBV Lengsten in de Oregon Trophy. Maar die juryleden, de pedalen mensen, die gaan de moeite krijgen. Misschien kunnen we volgend jaar een keer publiek vragen. Laten kijken, Mark, zegt je wagen. Laten kijken. Doen we. 32. Vragen nummer van Macho met Robbie van Dijk. Of we zijn er nog niet. Waren er nog fans van Macho? Ja, we zijn er nog. 6 jaar. Indiana zo Macho als 3 jaar. De kampioen op de hengste keuring hier in de Brabantlanden. En dan is hij met Robbie van Dijk, de Macho. En dan waren ze, denk ik. Oh nee, oh nee. Vergis ik me toch, mensen. We hebben er dan één. Dat is mooi. Dat is magnifiek. Maar eerst even Macho. Van Macho naar magnifiek. 6 jaar magnifiek in het najaar van 2020 ingeschreven. Hele hoge cijfers. Vorig jaar won Magnifique ook al de Oregon Trofee voor herfst met de bijna niet verslagen hengst. 5 dagen leeftijd, kampioen der hengsten. Gaat Magnifique vandaag er met de winst vandoor. Hier is dan met de zuchtingen. Hier is de Magnifique, ja! Arbiter Dirk van Meijering inspecteert de aanspanningen. Henk Habbers strak voor zich uitkijkend. Hij wordt een beetje wit op de neus, zegt Harm Jan. Mark Daag met Idol. Verderop zien we de zoon van Idol, magnifiek. Wat een beste hengste, mensen. Zo dadelijk gaan we 2 keer rechtsom, 2 keer linksom. We hebben dan even geoefend met jullie naar links naar rechts, zie je wel. Dan gaat de jury misschien 2, misschien 3 jaar halen, je weet het niet. Die gaan dan halve kampen, misschien wel 4. Who knows? En dan gaan we straks 1 winnaar eruit halen. Andere paarden worden allemaal de exit overplaatst. Nou, kijken we alles reglementaris aangespannen. Dan moet de arbiter. Juryleden zijn er klaar voor. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Dat dacht ik al. En dan gaat het. Muziek. En we klappen even.
geweldig publiek bij geweldig Heinsten. Dit is mooi. Dirigent en dirigent. En de eerste komt op de andere hand. En nu mag u de favoriete kamer maken. Dan komen ze linksom en dan zal de jury zo dadelijk gaan selecteren. Opstellen 17, opstellen 162. En andere tegenstuk mogen opgesteld worden, die gaan we niet plaatsen. Ja, je heeft er 3 binnengeroepen mensen, die gaan de strijd nog een keer met elkaar aan. Oh, rustig aan even. Graag tussen nummer 32, waar zijn de fans van nummer 32, waar zijn de fans van Macho? Waar zijn de fans van Magnifique? Waar zijn de fans van Idol? Nou, de hele fanclub is er. Mooi. Meneer de ritmeester, als u zo bij bent, dan gaat de strijd nu echt beginnen. 3 paarden geselecteerd. Robbie van Dijk met Macho gaat het opnemen. Tegen Mark de Rom met Arnold. En dan met de Zuckieden met Magnifique. Fokker van het winnende paard krijgt een fokkerspremie van 1000 euro van de vrienden van het KWPN. Are we ready? Go. Gaan we in. De winnaar wordt
Kort, magnifiek, jawel. En dan de TX omhoog stellen. Wat een strijd in de Oregon Trofee en wat waar.